Ja, de rode wijnen onder de 10 euro, daar was ook ruim in gezonden. Ja, en voor ons ook een hele belangrijke categorie. Absoluut, Want ik ja. vind zelf, het is een heel een grotere prestatie om een hele goede rode wijn onder een tientje te maken dan eentje van 30 euro. Ja. Omdat je gewoon keihard moet werken om goede kwaliteit te maken. Ja. En dat is wel ook een belangrijke categorie, want je gaat niet iedere keer wijnen boven een tientje kopen. Nee, Dat is gewoon het de is eer. grappig ook dat we een winnaar hebben uit de Languedoc natuurlijk. Want je zou eigenlijk op basis van de laatste jaren misschien verwachten dat het een Spaanse winnaar zou zijn. Ja, Of eentje uit Chili. Chileense wijn, ja. Nou ja, de Languedoc geeft natuurlijk ook echt heel veel wijn voor zijn geld. Dat vonden we allemaal eigenlijk meteen. Hè? Ja, dat is absoluut mooi. Wat natuurlijk dit soort wijnen voor hebben, vind ik zelf, is dat het ook assemblages zijn van verschillende druiven. Hè? Ja. Dus je hebt wat Grenache gaat erin, er gaat wat Syrah in, er gaat Ja. wat Cinsault in. Dat is natuurlijk, dat maakt wijnen toch complexer. Mensen fixeren vaak op één druif. Ze zeggen van ik wil een Merlot of ik wil een Ja. Cabernet Sauvignon. Maar de blends zijn ook wel, Ja. blijven interessante wijnen. Dat wordt Ja. vaak vergeten, moet ik En er zeggen. wordt ook relatief vaak met wat oudere wijngaarden, zeker voor bepaalde druivenrassen, met oudere wijngaarden gewerkt. Zo'n wijn heeft 14% alcohol, maar kan het prima aan. Het past er helemaal Ja, bij. Het geeft ja. een bepaalde warmte, gulheid, kruidigheid Ja. die je zoekt in zo'n wijn. Ja. Bij de Mitra wordt het verkocht voor 7,99. Ja, dan heb je echt een prima Ja, wijn. met de naam van Aurélie Wiik. Dat is de Aurélie vrouw van Jérôme Wiik. Een echtpaar dat samen wijnen maakt. En Aurélie Wiik doet de Appellation wijn en Jérôme doet Ja. de Pays-d'Oc. Maar allebei interessante wijnen. En een Ja. echtpaar dat goed aan de weg timmert. Ja. Hier staat dus AOP Languedoc op het etiket. La Découverte heet de cuvée Ja, van Aurélie Wiik. ja, De dat is winnaar. mooi wijn.